Ik ben Dirk de Groot en ik woon in Wezep en ik heb sinds 2011 Parkinson. Nou, bewegen betekent eigenlijk een heleboel. Als ik 's morgens uit bed kom, is alles heel stijf, de nek en de schouders. De bewegen doet dan echt pijn. Kijk, en als ik dan weer een beetje in beweging kom, dan wordt het allemaal weer een beetje soepeler. En dat betekent eigenlijk heel veel voor mij. Ja. Het lang maken, het spieren lang maken en zo, daar begint het eigenlijk al mee. Dat zijn de eerste dingen eigenlijk al waar ik baat bij heb. Ik denk dat het voor een heleboel mensen gewoon wel geldt. En dat is gewoon klein beginnen eigenlijk. Een Nordic Walker is dat. Een vorm van Nordic Walking. Ik kan niet zeggen dat het echt het hele Nordic Walking is, want dat gaat er bij mij gewoon om dat ik rechtop blijf lopen. Daar gebruik ik mijn stok ook eigenlijk voor. Dat is de insteek. Dus het hele gebeuren met de stokken, van het uitzwaaien en zo, dat doe ik niet, want als ik dat ga doen, dan vergeet ik weer om rechtop te lopen en grote passen te nemen. Dus, ja, dat is een opmerking, dat krijg je dan vaak naar je hoofd geslingerd van ik vind het oudbollig met die stokken lopen en dat soort dingen. Maar ja, ik ben er eigenlijk heel resoluut in geweest. Ik heb gezegd, mensen, ik doe het niet voor jullie, maar ik doe het voor mezelf. Ik voel me er gewoon goed bij. Ja, wat merk ik van de ziekte van Parkinson? Ik merk hoofdzakelijk met mijn spierstijfheid. Daar loop ik steeds wat tegenaan. Dat ontwikkelt nu op dit moment ook zelfs een pijn. En dat is natuurlijk wel iets. Maar het is eigenlijk wel zo van, als ik dan de spieren weer een beetje aan de gang heb, dan wordt het beter voor mij. Ja, ik zou zeggen, probeer het gewoon eens. Het kan heel eenvoudig. Die stokjes die kosten bijna niks. Ik heb ook niet altijd zin om de stoel uit te gaan. Maar ik weet gewoon, als ik de stoel uit ga en ik ga het doen, voel ik me beter. Dus, en dan is al is dat maar een klein stukje lopen of fietsen of ga even een boodschap doen. En, ja, het is gewoon eigenlijk doen.